Ja, daar moet je nog één naam aan toevoegen. En dat is een verrassende naam. Dat is Danilo Hondo, de Duitser van Lamprey, die hier aansluit aan de voet van de Beredries in dat groepje Gilbert. Waar Hoste zich overigens bijzonder kwaad maakte, omdat het hier niet genoeg ronddraait. Er is hier oneenigheid, er is te weinig samenwerking, er wordt te veel geloerd, gesleept. Hinkepie zet zich ostentatief recht, gaat daar nog even zich stretchen om de krampen te vermijden. En met een ja, slakkengang is het woord niet, maar kijk hoe hier nu geloerd wordt. Er wordt gedemareerd, dan gaat Hoste demareren. Hoste met de versnelling, wordt gecounterd door de Volder. De Volder in de rol van de perfecte ploegmaat. Er komt nog één mannetje terug in dat groepje, net voor de Berendries. Dat is IJssel. IJssel keert terug. En dan 100 meter voorsprong op de G3, op het tweede groepje, zeg maar. En het valt weer stil. Perfect gecounterd, die aanval van die tegenreactie van Lef Hoste door de Volder, die er afstopt als de beste. Het valt hier weer stil. Het is wachten op de volgende demarrage. IJssel meteen door naar de kop misschien zou kunnen. Wachten op de volgende aanval. Wat mij interesseert, Renaat, heb jij nog wat gezien van Breschel? En als je die vindt, zeg ons dat dan. Ik zag Bonen met een lange inspanning op die Berendries. Ook zij hier, de eerste achtervolgende groep op de Berendries met Johnny Hogerland. Die is nu eigenlijk zichzelf aan het opofferen, mag ik toch hopen, voor Leukemans. José? Ja, die is zichzelf aan het opofferen voor Leukemans. En proberen terugkomen bij die Miller die daar vooraan zit. Philippe Gilbert, die misschien straks helemaal boven nog eens een wanhoopspoging gaat doen. Want er al eentje gedaan heeft. Hè. Maar Miller komt geen poot dichter, hè? 28 seconden. En dit groepje op 50 seconden. De beste zitten vooraan. Voorlopig toch. Renaat? Ja, Ino moet eraf. Ino die net kwam aan te sluiten. Ook IJssel bekoopt zijn inspanning. En ook Hoste zit in. Gilbert gaat. Gilbert. Alleen geen uren meer te zien. Gilbert met de counter op de Berendries. Hij begrijpt dat hij wat moet doen. En Leukemans die gaat oh zo makkelijk mee bij de Volder. Gaat dat een stuk stroever. Laten we voor de Volder hopen dat hij volgende week in Parijs-Roubaix zijn topvorm vindt. Is nog niet helemaal top zoals vorig jaar. Maar is er wel heel goed doorgekomen. En met de kilometers heeft de Volder de gewoonte om nog beter te worden. Maar dat is een hele lange inspanning van Philippe Gilbert. Alleen Leukemans nog mee. Ja, Leukemans alleen nog mee. En dat is een sterke die gaat mee overnemen. Volder die de net moest passen. Berendries natuurlijk, zoals de net al zijn, kilometer lang. En daar blokkeerde er dan veel op. Hè. We zijn 230 kilometer weg. Die hop, die ondertussen hop, 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 Miller naar komen. Miller. Oeps, naar Miller. En nu? Miller die misschien slim als hij eens een beetje gewacht heeft. Maar er komt geen eind aan die Berendries. De Berendries, dat is een smeerlap. Ja, dat is een smeerlap, maar het is goed. Drie man in achtervolging op dat tweetal die daar vooraan zitten. Dus ze zijn met drie. Ze hebben alle reden om vol terrein. Nu richting Brakel. Daar dan nog de beklimming van Johan de Zeeuw. Van Gilbert, het is snakken naar lucht. En je ziet ook hoe Leukemans puft van was dat even door. Ja, ze zegt, zij al in de afdaling links. Ja, zij in de afdaling links, maar het is natuurlijk puffen geblazen. Hè. Anders zou de Volder en die ander die erbij zitten zomaar niet lossen. Hè. Ze weten dat dit een tweede kans is. Ze hadden al eens moeten mee zijn bij die mannen links in de uitsnijding. Ze waren nu niet mee met die mannen rechts in de uitsnijding. Ja, dat begrijp je het wel natuurlijk. Je zal niet maar eens Zwitser of Italiaan zijn. Want wij vinden dit nu een fantastische wedstrijd, gezien de ontwikkeling. Ik verspreek me, je zal maar Nederlander of Italiaan zijn. Ja, dat dacht ik, ja. Maar dan is dit nog altijd een fantastische wedstrijd. Hè. Nergens staat zoveel publiek dan hier in deze Ronde van Vlaanderen. Is waar. Dit maakt het wielrennen echt groot. En daarom komen mensen vanuit Mexico en over gans de wereld naar deze wedstrijd kijken. Dat geeft ook voor deze toppers een kick. En voor wie, dacht u, staan deze mensen hier? Uiteraard voor de man in de driekleur. Al weten al die koerskenners, want dat is wat Vlaanderen zo typeert. Een paar honderdduizend, wat zeg ik, een klein miljoen koerskenners, die weten wie bij hem zit. Het is een fenomeen. Twee fenomenen onderweg naar de muur. Ten Bosse en Pruts samen afwerken. Waar Museeuw ging in 2008. Waarvan Peter hem vaak aanzette. Op weg naar de glorie. Situatie. Bonen Cancellara. Dan op 57 seconden Gilbert, Leukemans en Miller. En dan de rest van de achtervolgers. De 9 op 1.15. Ze rijden alsmaar verder weg. En ik hoop dat het publiek het verstand gebruikt. Inderdaad. Ik was er ook net aan aan het denken. Ik hoop dat het allemaal net op tijd open gaat. En net op tijd weg is. Om iedereen op zijn manier zijn wedstrijd, zijn Ronde van Vlaanderen te kunnen afwerken. Ook de 9 beginnen aan de Ten Bossestraat. De 3 zijn zowat halfweg. Daar is het spandoek. Ten Bosse, dat is de 13e helling. Er komen er nog 2. Muur, annex, kapelmuur en dan de Bos. Maar opgelet, er is ook nog Parkenberg. Maar, situaties liggen vast. Het is een beetje een geëikt stramien nu. Het is zo lang mogelijk de kracht te bundelen.
Want als je nu alleen valt, dan denk ik dat je terugvalt. Ja, dat is inderdaad zeker niet de bedoeling. Ook niet voor die drie man eraan. Oké, er kan er dan maar eentje op het podium staan, eentje op die derde plaats. Maar ik denk dat het toch belangrijk is om zich niet meer te laten terugpakken door deze andere mannen. We zien daar net even heel in het begin Leukemans een klein beetje. Ja, wat moet ik nu eigenlijk doen? Doorrijden of niet doorrijden? Maar van de eerste twee is geen sprake meer. Dus het is gewoon een kwestie van deze plaats te verzilveren. Had je niet mogen zeggen. Ik ben niet bijgelovig, maar ik kan van Cancellara zijn rugnummer ook niet tot nummer 1 komen. Dus wat dat betreft. Vraag eraan Matan, die maakt er wel werk van. Die maakt overal een 1 van. Of 17 van. Een beetje eten. Toch wakker. 17 kilometer nog. Straks weer kasseitjes. En dan nog eens een keertje kasseitjes op de Bosberg. En dan zijn we daar vanaf. Hier rijden op het kassei-stampvlak de beste mannen van hun generatie. Ze hebben nog 43 seconden. Maar ik kan me wel inbeelden dat ze het onder controle hebben. En dat ze een klein beetje inhouden met het oog op wat nog komt. Inderdaad, ze zijn dus een klein beetje aan het temporiseren. Vooral omdat ze, ja, ze weten wel met wie ze hier op stap zijn natuurlijk. En een en al publiek, een en al publiek, een en al tenten, een en al reclame. Dames en heren, wat is dat koersen in Vlaanderen mooi. We hebben hier vlak voor ons nog altijd de maat van alle dingen hoor. In het Europese koersen. Hier, Tom Boonen. En daar de man die Flandrien wil worden. Dat eigenlijk al is, maar die titel ook nog eens dik in de verf wil zetten door winst. In de enige koers die dan telt, de Ronde van Vlaanderen. Fabian Cancellara op de veste, verenigd in de strijd, broederlijk. Vindt dit adembenemend mooi. Twee wonderatleten. Renat. Op de veste, in het zog van de twee leiders. Cancellara bepaalt dat tempo. Boonen volgt hem als een schaduw. Boonen die nog altijd een goede indruk maakt. Boonen in een heel andere situatie dan een paar jaar geleden. Toen hij met z'n tweeën ook met Hoste toen naar de streep ging. Maar zich met zekerheid de snelste wist. Cancellara, ja, die heeft al bewezen in Harelbeke dat het heel anders kan uitlopen. De muur komt eraan. Dit is eigenlijk een drieledige helling, zei de Volder voor deze Ronde van Vlaanderen. Je hebt die veste, dan komt de muur. En dan het topje van het wielerfirmament. De kapelmuur. Ze gaan zo meteen naar rechts opdraaien. En dan is het vooral uitkijken wat Cancellara gaat doen. Doet hij een poging om Boonen los te rijden? De muur, ze zijn eraan begonnen. Kan hij dat wel? Toen Hoste hier in 2006 met Boonen naar boven reed, had hij achteraf spijt dat hij het niet geprobeerd had. Want, zei Hoste, ik had toen de indruk dat het mij zou gelukt hebben. Het overdonderende gejoel van de massa. Je rijdt hier nu echt een zuil van lawaai binnen en Miller haakt af. Miller haakt af en Boonen, die Cancellara er net, Cancellara die Boonen er net liet passeren voor te kijken hoe goed is Boonen. Wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Is dat een tactische zet om straks eventueel iets te proberen? Ik ben benieuwd of Cancellara dat aandurft. Een aanval plaatsen op Boonen die toch wel heel snedig lijkt. Ja, maar Cancellara kiest wel voor een lichtere tred. Maar het is nog altijd verenigd in de strijd. Ze zijn ook nog niet op dat superstijle stuk. Hier zien we Leukemans en Gilbert. In elk geval ziet het er naar uit dat er twee landgenoten op het podium gaan komen. Hier komt dat steile strookje. En hier moet Boonen op de trappers. Cancellara gewoon in het zadel. Gaat hij inderdaad versnellen en gaat hij een poging doen om Boonen eraf te rijden. En Boonen geeft twee lengten. Boonen geeft twee lengten. En weet dat hij die Cancellara niet mag laten rijden. Cancellara heeft nu een lengte of drie. Dit is pijnlijk. Dit is pijnlijk. Hier Cancellara weg. Oelalalala. Op 15 kilometer van de aankomst. En als hij een gaatje heeft, dan rijdt er nog zelden iemand dat weer dicht. Met de kapelmuur nog op. Ook dat nog. Vlaanderen gaat heel even pijn lijden nu, hè, samen met deze Tom Boonen, die Cancellara alsmaar kleiner ziet worden. Cancellara heeft wellicht duidelijk gevoeld dat Boonen misschien wel iets minder was. Vandaar die strakke tred. Vandaar dat niet meer omzien. En plooit Boonen nu definitief. Wat kan hij nog in de schaal leggen? Oei. Dit wordt moeilijk, Michel. Oei. We moeten eerlijk zijn met de tijdrijderskwaliteiten. Kijk, er is van Cancellara. Oelalala. Met de tijdrijderskwaliteiten van Cancellara. Hij vliegt nu. De platwalser is weg. Dit is waar Boonen voor bevreesd was. En wat doe je daar nu nog tegen? Dit wordt 15 kilometer eenzaamheid. Dat zou kunnen, ja. Oh, zo soepel, oh, zo licht. Die trap heeft al een gat van 14 seconden. Hier Gilbert met Leukemans.
Ja, je zag het. Hij liet Bono de kop nemen om gewoon om eens te kijken. Om te kijken hoe zit het met die coupe de pedal, hoe zijn de benen. Voor de overmacht moet een mens bezwijken. Ja. Ook al is dat een supermens als Bono. Hier komt Hinkepie met Fletcher, maar dat is al ver met Iglinski, met De Volder die alsmaar beter oogt. En hier ook Hoste, Overland, Chanel, Langeveld en Maarten Wijnals. Hinkepie, nog altijd sterke George in zijn oude dag. Prima, prima. De Volder wellicht voor een top 10 notering. Wellicht tweede man van Quickstep, Wijnals, die een hele goede wedstrijd rijdt. Hier Langeveld voor hem uit. Hier Sergej Ivanov. Meer dan behoorlijk. Kijk hier naar het verschil. Dit is de tijdrijder Cancellara tegen de sterke mens Bone. 17 seconden. Oei, oei, oei. En dan de aanmoedigingen. Hij kan ze natuurlijk gebruiken, maar moet straks nog eens over de Bosberg. En ik zie Cancellara niet stilvallen. Doorgaans is het zo dat de beste man op de muur wegrijdt. Punt.